Hey, ik ben Dani Roos en ik ga voor jullie een van mijn lievelingsgerecht maken. Kip met broccoli en pasta. We hebben hier nodig broccoli, pasta, kip, dragon, roomgas, een licht room en natuurlijk een toverproduct, lekker taste, van Touch of Taste gevogelde. We beginnen met die broccoli. En we gaan dat in roosjes snijden. Dat is eigenlijk meestal als ik met groenten werk, dan kook ik dat het al dente is. Maar in deze gerecht mag het echt heel, heel goed gekookt zijn. En de goeie is, je kan het koken in één pot. Dat is makkelijk voor de afwas. Oké, nu gaan we onze kip snijden. Je doet hoe groot je wil. Ik vind het gemakkelijkste niet te grote stukken. Dus doen we een beetje olie in de pan. En dan kunnen we onze kip braden. Voilà. Oké. Kreuten met rasselanoet. Het is echt een hele leuke kreut. Kan je zo krijgen in elke supermarkt. Beetje peper. Heel veel dragon. Ik heb echt zo'n lekkere smaak. Dan kunnen we onze verlichte room toevoegen. En dan kan de kip in de room garen. Onze roomkaas. Die geeft ook hele lekkere smaak erbij. En last but not least ga ik een extra touch geven met de Touch of Taste. Gevogelte. Echt lekker. En gewoon even laten inkoken. En dan komt de leuke werk. Proeven. Echt lekker. Yummy. Nu de laatste. Gewoon de pasta in de saus. En wij zijn klaar. Hè? Nu is er gewoon de afwerking nodig. Beetje peterselie, altijd lekker. En geraste parmesano. En een gouden tip vind ik, als je eventjes onder de grill of in de oven en een beetje gratineert, dan heb je nog een pimpt gerechtje. Voor mij wel is het heel lekker. Proef jullie zelf.